Voor we met z'n allen aan het weekend beginnen, trakteren we u met een verhaal. Omdat legendes leuker zijn dan het ware plaatje, geven we u de geschiedenis op een mooi bereid bordje van sappige anekdotes. Ik ga u vertellen over een tijd toen het 's avonds nog heel donker was. Er was geen licht. De mensen gingen vroeg gaan slapen, want er was toch niks te doen. De tijd van de televisie lag nog ver weg. En wat deden de mensen toen? Dat is vertellen. Vertellen aan elkaar. Allerlei verhalen die ze in de dag hadden opgeraapt, maar heel vaak ook roddels. En een aantal van die roddels die hadden te maken met mensen van wie dat ze dachten dat ze de naam hadden. Ze noemden ze wel eens toveressen. Wij zouden zeggen het zijn heksen, maar de naam heks werd zelden gebruikt. Men had het over een toveres, of nog meer over iemand die de naam had. En in mijn dorp hier, Mater, was er één toveres wiens naam alleen al de haren ten berge deed reizen. Mensen hadden er een ongelooflijke schrik van. Alleen haar te zien al was een verschrikking. Ze zeggen zelfs als ze u passeerde, dan voelt u een koude wind langs u heen gaan. En die vrouw, haar naam was Gorisnie. En Gorisnie was vooral gevreesd als ze heel dicht bij kleine kinderen kwam. Iedereen wist het. Als je een klein kindje hebt, dan mocht je geen oud vrouw eens laten binnenkomen. Dat is veel te gevaarlijk. Zie dat er een toveres is. Op zeker moment had een jong koppel een kind. Een heel schoon kind. Ze waren er zo trots op. Ze waren zo blij met dat kind. En ze wisten, we moeten opletten, als we dat kind gezond willen houden, dat er geen toveres binnenkomt. En zeker Gorisnie niet. Maar dat gebeurde ook niet. Tot er op zeker moment, er was wat familie in huis, een zwart kieken kwam binnengevlogen langs het raam. Nu op zich al niet normaal dat een kip zomaar binnenkomt gevlogen. Niet. En zeker niet dat die kip dan ook nog eens vlak op het wiegje van het kleintje ging zitten. In het begin vonden ze het raar en probeerden ze het kieken weg te jagen. Maar het ging niet. En toen besloot vader, toen het absoluut niet weg wou, om zijn kootraak te pakken. En met zijn kootraak gaf hij met een enorme zwaai een harde klap aan de kip. Een normaal kieken zou het trouwens niet overleven. Maar dat kieken wel en het vloog weg. Dat was een heel rare zaak. En toen ze samenmiddags buiten liepen, ge zult het niet geloven, kwamen ze Gorisnie tegen. En dat oud wijf had een grote blauwe plek op haar kaak. En toen wisten ze het. Dat kiekie was Gorisnie. En toen waren ze heel blij dat ze snel hadden gereageerd. Maar stel dat die kip er lang had gezeten, dan was het met dat kind waarschijnlijk niet goed afgelopen. En zo zijn er tientallen verhalen over dat vrouwmens, Gorisnie.